Dus ik heb toch weer een bank gedaan. Dit keer rond. Ik heb nog nooit zoveel smaken gezien. Oh, nee, ik vind het ook goed, ja. We gaan eerst voor ons VOF een contract laten opstellen. Je hebt een exploitatievergunning en daarvoor heb je nodig. Klinkt niet als veel, maar het is echt, echt heel veel. Hallo, ik ga met Mel naar de Dorpsstraat. We gaan naar ons pand. We hopen tenminste dat die open is, dat de klussers bezig zijn. Meestal wel. En dan gaan we even met krijtjes en tape en zo. Gaan we even wat aftekenen. Want we vinden het zo moeilijk, die plattegrond. En we moeten ook wel overgaan naar de meubels. De vergunningaanvraag is nog steeds niet eruit. Nog steeds met de financiering bezig. Het is nu bijna rond. Ja, als de vergunningen rond zijn, dan kunnen we daarmee aan de slag. Eigenlijk alleen maar leuke dingen kunnen we dan gaan doen. Dus tapen, krijten op de vloer als het lukt. We kunnen een beetje meten en kijken van, hey, een bar, hoe groot, en stoeltjes en dingen. En dan kunnen we het een beetje voor ons gaan zien, voor de plattegrond. Dus we hebben natuurlijk heel veel opzetjes, maar perfecte hebben we nog niet gevonden. We hadden dus als tip gekregen van, ja, het is best wel zonde om opslagruimte in je pand te doen. Want je betaalt best wel dure huur, omdat je daar mag exploiteren, zeg maar, geld verdienen aan horeca. En dan ga je het als opslag gebruiken, een derde. Best wel zonde. Dus de makelaar gaat ons ook een stukje laten zien wat net achter ons pand zit, want het is nieuwbouw en daarboven wonen mensen, daar gaan mensen wonen. Dus er zit ook een bergruimte. En daarvoor is een heel klein stukje onder een schuine wand, wat niet gebruikt wordt, wat we misschien zouden mogen gebruiken of huren of wat dan ook. Waar geen koeling kan en geen stroom zit, maar waar je wel voor drank en schoonmaakspullen en dat soort dingen kwijt kan. Ja, daar gaan we ook eventjes naar kijken. Leuk, spannend om weer naar het pand te gaan sowieso. Warm aankleden, want het is daar echt super koud. En ik ben benieuwd of er nog iets veranderd is, want ik neem aan dat ze nog iets gaan veranderen, want anders zouden ze het al kunnen opleveren, toch? Dus ja, misschien zijn de wc's inmiddels weer ingezet. We gaan het zien. Neem jullie natuurlijk weer mee. Nou, dat was een gefaalde missie. We kwamen eraan en de klusjesmannen waren zeg maar weg. Dus we konden niet het pand in. En de makelaar had het ook niet verwacht. Dus we hebben een beetje gekeken, maar we konden niet erin. Dus we hebben niks kunnen doen eigenlijk. We konden ook niet echt, we hebben gezien zeg maar op welke plek dat stukje onder de trappen is, maar we hebben het ook niet echt kunnen zien. Dus morgen gaan we even kijken of we dan kunnen. En dan moeten we later aan de slag met het aftekenen. Maar het ligt ook helemaal vol nog met bouwspullen en zo. Dus, maar goed, het is gewoon ook leuk om het pand weer even te zien. Maar vandaag missie gefaald, dus nou, tot over een paar dagen denk ik. Jeetje jongens, wat ben ik professioneel aan het worden, hè? Jeetje mine. Het is pas boven 2. En het gaat al zoveel beter. Ik zal het morgen even laten zien. Oké, jongens, dit zijn ze. Kijk hoe mooi glad deze is. Allemaal die met alleen karamel. Ze zijn echt heel glad. Deze is een beetje overgelopen. Perfect. Dit ook. Deze ook nog op zich wel mooi gelukt. Normale S-Welt chocola. Ik moet even iets beter zo aan. Zo klopt zeg maar dat het helemaal zakt naar de bodem. Dit is op zich wel grappig, maar beter als hij van buiten denk ik helemaal goed dicht zou zitten. Hier met wit en roze chocola is het een beetje zacht. Is nog niet in de koelkast geweest. En deze is ook een beetje afgebroekeld. Die zijn echt het allermooist. Oké, het is tijd om te gaan testen. Dit is dus wit chocola met koekjes en melkchocola. En van die, ik weet niet hoe dat heet erop. Dit is met fudge en karamel. Dit is wit en roze gemengd met melk en fudge. Karamel chocola met fudge, karamel chocola weer met, ik weet even niet hoe je dit noemt. En karamel met marshmallows ertussen en melk en marshmallows. Ik ben echt heel benieuwd. Het blijft drijven, doordat er marshmallows in het midden ook zitten. Vet grappig. Dan. Nou, daar gaat de volgende hoor. Gaat het jongens? Oké, het is de volgende dag en we zijn in het pand. We kunnen echt niks gaan afplakken, want het ziet er zo uit. Alles staat helemaal vol. Maar er zit een deur in naar de wc's toe. Dus dat is nieuw. En de wc's zijn er, maar we kunnen ze niet zien. En er liggen ook tegels. Dus dat hoeven wij dan niet te doen. Het is dus onze gemeenschappelijke wc, zeg maar, met daar. De deuren zitten erin, maar we kunnen ze dus niet bekijken. Ik ben heel benieuwd hoe de wc's er van binnen uitzien. Ja, maar we kunnen hier nog niet zoveel, hoor. Nee. Zoek een schroefje waar je nog kan. Tell me, baby. Tell me, Melanie. Als je een stuk openhoudt voor de deur. Ja. Zodat daar een schuif er is en een ingang door. Dus alleen schuif, ja, ja precies. Dus de schuif, ongeveer als er 10 centimeter, ruim genomen. Dan heb je nog 60 om doorheen te lopen, kom je tot hier. Maar als je dan hier begint met de bar en hij loopt zo, dan heb je dubbele
voor spullen. En dat had ik ook in mijn hoofd, dat eigenlijk van... Jij wil nu vanaf hier trekken, eigenlijk. Ja, ik heb hem vanaf de hoofd. Ja, en dat is ook... Tot hier, zo. Ja, daar kon ik al zetten, vind ik echt goed. Nee, dat is echt super. Dus dat moet gewoon een leuk hoekje worden. Ja. Dus zo, wie is hier ongeveer. Ja. En dan hier? Maar ja, het ligt er wel even aan als je daar ook een opening wil. Want als je nu zeg maar deze ruimte gebruikt voor opslag en beslag. En geen werkplaats, hè? Ja, maar dat komt in de bar. Ja, maar het alleen in de bar dus. Je kan hier zelfs open, maar dan sta je tegen een stomme muur aan. Hier een werkplaats. Maar daar zou ik. Ja, maar dan zou ik zeggen, dan misschien dat deze kant dicht. Dus deze open en die dicht. Werkplaats zo, werkplaats. Maar als je zo. Deze mensen naartoe wil, moet je het wel zo lopen. Dat is in feite wel omhoog. Zo'n blad die je overklapt. Vind ik niet echt zo. Nee, vind ik ook zo stom. Maar dat zou wel. Qua opslagruimte zeg maar wel kunnen. Mm-hmm. Het is wel al veel beter dan hier een wand zetten hoor. Dan moet je even je fantasie. Krijgt? Nee, even je fantasie gebruiken. Dan komt je tot hier heb je dit overal als zitplek. Ja. Is dat zat? Is dat genoeg? Voor zitplekken. Aan deze kant hè? Ja, hoe vanaf hoe we het doen. Doen we een bankje dan wel misschien? Tot een stukje met een bank. Zouden we wel een hoekbank hebben? Ja, dacht ik ook zo'n bank erin. Ja, ook leuk. Heb je ja, maar dan kan je niet iedereen een tafel geven. We zijn nu even aan het kijken bij de ingang van de bewoners. Dat is acht voor ons. En daar mogen we misschien een stukje muren voor opslag. En de makelaar komt er even aan, want we weten niet precies welk stuk we mogen. Als het vanaf hier was, was het echt perfect. Want volgens mij is het alleen dat stukje. Maar hij komt er nu dus aan. Wel ideaal. Het gaat wel heel hoog namelijk. Oké, dit is top. We hebben met de makelaar gekeken en het is echt goed nieuws. We kunnen dus, hij weet nog niet wat de prijs gaat worden. Dus gaat hij overleggen met de verhuurder. Maar we mogen dus dit stuk. Drie meter lang, 1 meter diep en hier was het 2,80 hoog of zo, tot het hoogste punt. Oh, 2,23. Er zal waarschijnlijk deur. Oh. Die benen die daar staan, die zwarte dingen. Als ik die aantrek, of ja. Jij, want jij doet het denk ik ook wel goed voor de views. Nee, jij doet het beter. Nou jongens, maar het is dus heel goed nieuws, want... Tot hier, dus het is echt top. Ik hou echt van ons makelaarhuis, fantastisch. En dit is eigenlijk van de bewoners. En hij gaat gewoon regelen dat de verhuurder hier een wand misschien voor ons gaat plaatsen en een schuifdeur. En hij wil helemaal meedenken en dat de stroom voor ons wordt omgelegd en zo. Dus nou, duimen, dat zou zo fijn zijn, want het scheelt zoveel bergruimte voor ons. Wil je nog even in de vlog? Hoi. Hoi. Duimpje omhoog voor hem. Wil jij er ook in? Nou, dit is de makelaar, jongens. Waar ik steeds over heb. De betrokken makelaar. En het gaat super gaaf worden hier op het plein. Erik gelooft in ons. En niet alleen in jullie, ook in de andere ondernemers. Ook in de andere ondernemers. Wij gaan onverwachts iets heel leuks doen. We gaan naar Groothandel in Breda. Om te kijken voor horecameubilair, maar echt een officiële. Ze hebben net 50 minuten gereden. Het is... kerstavond vanavond. Dus corona, maar ze zijn gewoon open voor ons. Het is echt super leuk. Ze gaan ook helemaal meedenken zo, maar we willen eerst inspiratie opdoen. Dus ik ben zo benieuwd, want volgens mij gaan we hier echt vinden wat we willen. Echt mooie meubels. Super spannend, super veel zin in. We zijn hier met de twee leuke dames die ons aan het helpen zijn. En het is echt geweldig. We gaan nu rondlopen. Het is hier heel erg groot. Maar we hebben net alles besproken, dus helemaal verteld wat we willen. En ze denken helemaal mee, dus dat is echt super fijn voor ons. Hier zijn ze. En we gaan nu dus rondlopen. Dus nou ja, ik voel me net alsof het vroeger dat ik jarig was, weet je, als kind. Dat je al zo... Ja. Dus let's go. Nou, net hier rondgelopen, echt geweldig. Nu gaan we hier omhoog. Kijk uit, de haarkje. Oh ja. Marrakesh, wow. Gaaf zeg. Wow. Vet. Gaaf hè, echt sfeer. Ja. Jongens, dit was echt... heel erg geweldig. We dachten eigenlijk dat we gewoon naar een showroom zouden gaan toch en gewoon zouden zeggen oh nee we willen gewoon even kijken en dat we alle meubels zouden gaan zien en inspiratie zouden opdoen. Maar we werden eigenlijk meteen geholpen en eigenlijk twee meiden die continu bij ons bleven en ons helemaal hebben rondgeleid, vragen hebben gesteld, alles hebben opgeschreven, we hebben meubels gevoeld en ze gaan helemaal met ons meedenken, intekenen. En eigenlijk als eerst kijken van oké, hoe gaan we het indelen qua bar en qua leuke hoekjes en wat verschillende zitplekken. Dat niet alles hetzelfde. Dat niet alles hetzelfde is. En dan ga je daarna kijken van wat is het budget en welk meubelstuk is er dan exact haalbaar. Dus oké, je wil een barkruk. Welke dan?
Oké, je wil een ronde tafel. Maar welke ronde tafel dan? Dus eerst zeg maar puur. Daar komen barkrukken, daar komen lage zitjes, daar komt dit. Dan welke lage zitjes, welke barkrukken qua model. En dan wordt de volgende stap welke stof en kleur. Toch? Ja. Ja. Superleuk. En dan nou ja, we kunnen daar ook nog andere dingen doen. En ja, we zeiden wel meteen van oké, we hebben niet... Het is best wel luxe, weet je. Dus kunnen wij dit qua budget allemaal wel doen. Maar als je daar de meubels afneemt, dan krijg je in principe al die tekeningen en alles er gratis bij. Dat hoort gewoon bij een service. En dat intekening is wel echt geweldig, want we komen er gewoon niet uit. Dat zagen jullie gisteren ook weer in de vlog. Zo moeilijk. En zij denken er met een frisse blik mee. Ze zijn super professioneel omdat ze hier werken, maar ook horeca-ervaring hebben en alles. Dus nu zijn we een beetje moe. Dat is best wel weer veel info, maar ik was echt heel blij. Echt heel blij mee. Goed gevoel bij. Ja. Ja. Wil je nog wat zeggen? Nee. Hey. Ik ben wel heel benieuwd naar die tekeningen. Ik heb even contact gehad met Merel. Oké. Die heeft ook geen sleutel. Nee. Maar ik heb de contactgegevens van de aannemer heb ik even naar Merel gestuurd. Oké. Omdat die aannemer al wat langer weet dat Merel zeg maar in de picture is daar. Ja. En Merel gaat nu met hem contact opnemen om de sleutel even op te kunnen halen. Oké. En dan, dan moet jij verder even met Merel afstemmen wanneer je de sleutel bij haar kan ophalen. Dingen op te meten en dat soort dingen. Nou, helemaal top. Ja? Ja, ik stuur haar een appje. Heb je van Merel al? Ja, ik zal haar even appen. Ik zal haar appen. Oké, nou super. Top. Oké, en als je wat van Rolf nog hoort, dan laat dat ook maar weten qua die wand en zo. Maar ik weet niet of dat... het is nu is iedereen met vakantie natuurlijk. Ja, dat moet ik ook, dat zal ik ook nog eens aan vragen. Of die daar al iets over weet. Ja, nou top. Ja. Dankjewel. En fijne kerst sowieso, hè? Ja, jullie ook fijne kerst. Dankjewel. Oké. Doei. Spreek elkaar gauw weer. Yes, doei. Jongens, het is vrijdag 24 december. En vanochtend en gisteravond hebben we eindelijk de aanvraag voor de vergunning eruit gestuurd. Gisteravond hebben we de Bibop eruit gestuurd. Dus waarin je aantoont dat je geld hebt en allemaal dat soort dingen. En vanochtend de exploitatie. Meestal doe je eerst de exploitatie en dan de Bibop, maar... We wachten nog op één ding voor de exploitatie. Dat was onverwacht. Dus daardoor gisteravond liep op vanochtend de exploitatie. Bevestiging gehad dat het ontvangen is door de gemeente. En vanaf nu kan het dus 8 weken gaan duren. En we hopen, omdat er corona is en niet heel veel mensen de zaak openen, dat het allemaal wat sneller gaat. Maar pas als die is goedgekeurd, weten we dus of we mogen exploiteren. En of we dan ook alcohol mogen doen. En terrasmelding en dat soort dingen. Dus super spannend. Maar halleluja, het is nu kerstavond. En hoe fijn een gevoel dat we nu dit eruit hebben. En we kunnen nu even niks meer doen. Dus we kunnen ons gefocust op leuke dingen. Zoals wat we vandaag hebben gedaan. Dus ja, duim voor ons jongens. Zo spannend. Jongens, ik wil even wandelen. Ik ben even bij het pand gaan kijken. En de schuifpui zit erin. Een harmonica pui zeg maar. Kijk hoe vet. De hekken zijn weg. Superleuk. Dit wordt dus van ons. Hier komt dus Blackbird Bakery. Hier komt yoghurt panini zaakje. En hier komen wij. Onze deur en onze schuifpui. Spannend. Ik ga niks zien. Maar oh my god, echt te leuk. Goedemorgen. We zijn weer in ons pand. En vandaag zijn we met Edwin van Satelliet. Waar we laatst ook waren. Want hij gaat... Ga jij nou ook echt zelf tekenen, intekenen? Hé, nu zien we je ook. Wat leuk, wat gezellig. Volgens mij gaat hij intekenen. Hele lieve collega's die een hele mooie tekenen. Oh, hij denkt met ons mee voor hoe we het moeten gaan indelen. Waar we dus gewoon niet uitkomen, waar we continu voor hier zijn. Dus daar zijn we nu al de hele tijd mee bezig. En dan gaat hij een opzet maken met een bar hier. En een bar hier. En we zitten gewoon te denken, moeten we aan de bar zitten, hoge plekken, een bank, een loungeplekje, wat kan er, wat willen we?
Want het is niet groot. Ja. Dus ik ben heel blij dat hij meedenkt, want we vinden het echt heel moeilijk. En we moeten gewoon genoeg opslagruimte hebben. Oh ja, de opslagruimte gaat trouwens niet door. Dat kan niet. Dus dat is ook even een tegenvaller. Ik wil best even met je overleggen, maar allemaal rust als ik niet aan het werk ben. Dus donderdagmiddag of vrijdagmorgen bijvoorbeeld. Oké, prima. Spreek elkaar dan even beter. Oké, doei. Zo, nou, dat was weer nuttig. Het duurde ook weer heel lang. We krijgen tekeningen. 3 bar opties en nog wat meubel opties, zeg maar, waar alles komt te staan. En nog het andere gesprek gehad over een slimme keuken en over de Sligo en van alles. Het is eigenlijk soms lastig, want het is heel erg veel info en alles gaat een beetje van tjok 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 en dan moet je alles bijeenbrengen. En je to-do-list is eigenlijk 1000 punten in plaats van gewoon 3 grote dingen of zo, weet je wel. Die vergunning bijvoorbeeld was super helder wat we moesten doen. En nu echt zoveel dingen. Maar goed, ik ga even aan de slag met de aflevering bewerken. Vrijdagochtend ga ik even iemand bellen die misschien opslagruimte aan ons kan huren. Die had nu geen tijd, dus laten we dat hopen. Stukken door, elektricien. Elke ruimte is mooi meegenomen. Maar wat is het dan? 2 groups, zodat wij het van hem kunnen huren. Heel veel op zo'n ronde bank zit. Zoveel verhalen van mensen die samenwerken en dat niet lekker loopt. Het doel is gewoon dat ik dat diploma haal voor we open gaan. En dan